En ik kan je wat vertellen, ik heb van Special Medehoort een barrier popper meegekregen. Dus wat ik ga hiermee doen is iemand laten schrikken, ik weet niet wie. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sam, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker, net lekker gedoucht. Ik zat lekker heerlijk al. Ik ben dit keer vroeg wakker geworden. Echt heel vroeg. Dag, hoe dan? Ik heb wel ongelooflijk goed geslapen. Ongeveer max 9 uurtjes geslapen. Want ik ben 9 uur wakker geworden. Ben ik lekker op mijn telemedia gaan zitten. Ben ik trouwens op media gaan zitten. En daarna ben ik lekker gaan douchen. Heerlijk is dat. Om lekker wakker te worden met de douche. En ik ga nu even klaarmaken om lekker voetbal dadelijk aan te zetten. Feyenoord Groningen vanmiddag. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Oh, ik heb er zin in. Over een half uurtje Feyenoord Groningen. En ik zie nu Feyenoord Utrecht uitkijken. 3-0 voor Ajax. Maar ja, ik ga nu natuurlijk focussen op naar Feyenoord. En we gaan zien wat het gaat worden. Wie er wel wint. We gaan het helemaal zien. En ik heb even net een aparte video opgenomen. En dat hebben jullie al waarschijnlijk al gezien. En ik hoop dat je later weten in de reactie wat jullie vonden op die video. En heb je niet gekeken? Het is een vlog van vorige video. Dus ik ga nu even lekker muziek luisteren van Feyenoord. En dan klaarmaken. Feyenoord, gewoon doen. Hey, Rotterdam is nog honderd jaren ermee. Want zeker 100 jaar. Hoe lijn en krijg je maar? Die namen zijn beroemd. La la, ja la la. La la, la 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 la. La la, la 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 la. La la, la 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 la. Er zit nu eentje te mouwen die wil eten, maar het is half vijf. En je krijgt pas 5 uur eten, kan je? Dat weet jij. Maar je blijft mouwen. Hoe kan dat? Hey. Nee. 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 Kan je blijven mouwen, jij? Kan jij blijven mouwen? Maar je krijgt pas 5 uur eten. Nee, 5 uur. Klaar. Punt. En ik wil je even zeggen, of misschien hebben jullie al een beetje al gezien, maar deze bloemen heb ik gehad van Special Medehoort. Ik wil de organisatie van Special Medehoort allemaal hartstikke bedanken voor dat ik weer de jury mocht zijn dit jaar. Niet dat hun iets kan doen, maar ik had anders gehoopt dan wat ze hadden gehoopt. Maar ja, het is niet anders. We moeten hiermee doen. En organisatie van Special Medehoort kan niks te doen. Enigste die wat kan doen, is corona zelf. Oké. Okay. Maar kan je wel eten. En ik had trouwens ook niet gemeld. Vandaag is natuurlijk 11 november. Wauw. Ik weet nog vroeger dat ik heel vaak dan rondom voor me naar huis gaan lopen van Sint Maarten, de koeien hebben staartje, de meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sint Maarten aan. Maar je hebt ook nog meerdere nummers. Maar ik weet niet meer hoe die heet. Oh ja, 11 november is de dag dat de prinsjes, 11 november is de dag dat de lichtjes, dat de... Ik zeg prinsjes, maar het is lichtjes. Slim. Maar ja, dat is lekker handig. Maar ik ga nu even lekker
dadelijk over een half uurtje ga ik Ganja even eten geven. Die zit echt helemaal te springen. Hé Ganja, kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Ja, kijk. Hey boef. Over een half uurtje, ja? Maar, en denk dat jullie wel weten. Mijn clubje heb gewonnen. Met moeite, helaas. Maar ja. Ik echt helemaal tegenaan kijken. Morgen. 6 uur beginnen om mijn werk. Maar 11:30 klaar. Misschien eerder, maar wie weet. Ik ga in ieder geval even, dadelijk even bij eten maken en dadelijk zelf eten. Dat ga je nu zien. Nou, ik denk dat Ganja wel eten wil hebben, namelijk, hè Ganja? Wil jij eten? Krijg je eten. En ik ga een paar minuutjes wachten om te eten. Maar ik ga zo meteen sowieso ook eten. En dat is wel één. Dus ik even kijken waar de camera in gaat zitten. Wacht even, ik ga even één ding eraf halen. Maar dat moet ik even dadelijk doen. Ik ga in ieder geval deze even klaarzetten. Want dan ja, want die hype honger natuurlijk. Zo. Zo. Iedereen. Oh, kan je toch? Krijg je eten? Alsjeblieft, jongen. Zo, kan je op eten? Ik ga dadelijk even klaarmaken om te eten. En ik weet al wat ik ga eten. En ik ga je helpen natuurlijk. En nu gaan we nu zien. Maar dat is hierna. Ik ga dan even lekker nog voetbal zitten kijken. En nu ga je zien wat ik ga eten. Zo, gaan we nou maar even eten pakken. Wat ik op ga warmen. En zo. Even mijn eten pakken. En dat is lekkere boerenkool. Ja, dat ga ik dan maar maken. Zo, deze even eraf. Wat ik heel vaak ga doen is dan even prikken. Wow. Zo. Oh. En dan moet ik even kijken hoe lang die in de oven moet. Of magnetron, even kijken. 6 minuten. Oh, is te doen. En echt in magnetron? Kan het ook in de oven? Zo, dat is een hele goede vraag wat ik nu ga stellen. Magnetron, het is die kleine gestaan. Oké. Okay. 6 minuten in magnetron. Zo, even kijken. Bijna. Zo, ik vind het zo goed. En nu maar even, ja, in principe 7 minuutjes wachten en dan is mijn eten klaar. En ik kan je wat vertellen, ik heb van Special Media een barrier popper meegekregen. Dus wat ik ga hiermee doen is iemand laten schrikken, ik weet niet wie. Laat niet weten, ik wil zeggen, ik ga niet laten weten wie. Maar dat gaan jullie binnenkort wel zien in mijn vlog. Dus hou mijn vlogs in de gaten. Ooit ga ik deze gebruiken. Mijn popper. Barrier popper. En mijn eten is klaar. Oh, dan kijk ik er naar uit. Ik ga denk ik even op mijn bord doen, want die heb ik alvast klaargelegd. Hier zo, namelijk. En dan ga ik alles overzetten en gewoon op een bordje. En dan maakt het dan makkelijker. Dus ik ga dat doen. Dus nou, dat wil ik gelijk even doen. Even kijken waar. Kijk hem af aan hier. Oh, het is wel een beetje heet. Letterlijk heet. Nou ja. Ga ik hem even eruit halen, namelijk. En dan een bordje neerleggen. Oh, hij ziet er wel lekker smullig uit. Dus ik doe even hier. En dan lepeltje. Namelijk. Of
snel vork. Zo. Hoppakee. Proeven gelijk hoor. Dit zijn wel, ja, ballen. Dit is toch nog wel goed ballen. Dat is het enige wat ik wel weet. Oh, smaakt wel goed. Dat is het belangrijkste. Worstje. En dan jus. Even lekker over de bol kool. Oh, dit wordt smullen. Dit gaat smullen worden. Zo. Oh, dat wordt heerlijk. Lekker eten. Lekker broodkool. Maar. Neem even een mesje bij voor de vlees. En dan eten maar. Dus ga ik een bordje pakken. En jullie mee pakken natuurlijk. Jullie niet vergeten. En dan ga ik lekker aan een tafel even lekker eten. Maar ik ga even kijken hoe ik ga eten. Misschien een beetje zo. Zo. Even dingen aan de kant zetten. Ah, mijn vork. Oh. Even alles een beetje aan de kant. Ik wil ruimte hebben. Tussendoor ga ik voetbal kijken, vlog kijken. Twee dingen tegelijk. Wauw. Nee, ik ben geen vrouw. Nee, maar ik aan jou. Wat ben je aan het doen? Wil je van mijn eten blijven? Dat is mijn eten, hè? Jij. Nee, die is van mij. Echt, hè? Elke keer als ik aan het eten ben. Ik heb er trouwens nu op toevallig om mijn schoon neergezet. Maar elke keer als ik aan het eten ben. Komt hij erbij? Ga ik afvragen waarom, Ganya? Waarom kan ik niet rustig in mijn eentje eten, want jij zit te gluren? Maar ja, ik ga even proberen te eten. Ik hoop dat Ganya niet eet aan mee te zitten, maar ik laat het wel weten. En ik ga nu klaarmaken om lekker nu te slapen, want het is al, hoe laat is het nou? 10:30 nu. En morgen moet ik vroeg op 4:30 word ik al wakker gebeld door mijn vriendin. Dit keer laat ik wel daar mee bellen. En meestal was ik vroeg wakker. En ja, ik weet niet. Ik hoop dat ik wel goed kan slapen. En ik ga echt een hele lange dag draaien morgen. Van 5:00, 6:00 tot 11:30. Maar ja, ik ga wat ik nu zei. Ik ga lekker slapen. Ik was even ook iets kijken op de kalender. Maar dat is nog niet meer nodig. Zo, hoppakee. Maar ik vergeet hem helemaal weer bij te houden, de kalender, zie ik. Ik heb hem verlaatst nagecheckt op 23 oktober. 23, dat is al lang geweest. Jongen. Het is nou weer al november natuurlijk. En die pen wil niet doen. Zo. Die moet wel natuurlijk bijgehouden worden, vind ik. Oh, ik ben echt heel veel dagen vergeten. We zitten nu alweer in november. Het gaat de tijd hard. Ongelooflijk. Zo, de achtste kan ik ook alweer kruisen. Zo, dan moeten we nog. Alleen december. Al hierna al december. Maar ik ga nu lekker slapen. Wat ik tegen jullie wil zeggen is: jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou tof zijn als je naar beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers en gewoon een heel vlog om 1 uur. En zeg ik je bij laters. Er is vandaag zoveel gebeurd. En zoals jullie zien was ik ergens inderdaad. Maar ik kan niet vertellen waar het voor was. Maar het was ongelooflijk leuk om te doen. En binnenkort te zien hoe het was. Waarvoor het is, dat kan ik niet vertellen. Maar